Nieuw jaar, nieuwe piepshow. En we beginnen gewoon maar even met een special, dacht ik. Een NFT special. Ik had gehoopt dat we dit nog even konden uitstellen. Maar helaas, dames en heren. Bij de vooruitblik en de voorspellingen heb ik een vraag gesteld. Volgens mij ook aan... Nou, ik weet niet of ik aan jou, want... Maar ik heb geen vooruitblik gedaan, nee, volgens mij. Nee. Wordt NFT a big thing? Wordt het de grote hype van 2022 vanuit publishers? En volgens mij was het een beetje 50-50. Ja, we gaan het wel een beetje zien, maar... Ja, wat denk jij? Nou, kijk, het is een lege hype. Weet je? Ja. Ik bedoel, voor de mensen die het niet weten, NFT staat voor non-fungible token. En het is eigenlijk een manier om een object, een digitaal object, bijvoorbeeld een object in een videogame, in een database te zetten. En die informatie is eigenlijk buiten die game mee te nemen. Dus stel je voor dat je in game A een of ander personage hebt, of een leuke skin hebt, of weet ik wat. Dan kun je die meenemen naar andere games. Zo zou je het kunnen zien. Het idee is ook dat je ze bijvoorbeeld kunt verhandelen buiten die game om. En dat is bijvoorbeeld een manier om geld te verdienen. Hier zien publishers natuurlijk gouden bergen voor zich. Want als jij zelf de maker bent van die zogenaamde NFT's, dus van die digitale objecten, dan kun je er oneindig veel maken. En als er vraag naar bestaat, dan kun je die shit dus gewoon verkopen. Ja, want ze verdienen vooral geld, tenminste bij Ubisoft zag je dat, aan het verhandelen. Daar krijgen ze een fee over. En als je dan weer verhandelt, krijgen ze weer een fee. En als je het weer verhandelt, krijgen ze weer een fee. Dus ja, het is een soort van oneindige stroom aan geld die de spreadsheet maffia voor zich ziet. Want zo noemen we ze eventjes op dit moment dan. Maar gewoon het management. Zonder oordeel. Zonder gewoon enige oordeel. Dus spreadsheet maffia. Maar ik dacht dus, Ubisoft had het ingezet vorig jaar. Er waren al wat brain farts van Wilson. Die zei van NFT's are the future of gaming. Nou, iedereen best wel pissig erover. De gamers. Hè? Want daar wil ik het ook over hebben. Hè? Van, het is wel heel leuk aan het eind van, gaat het er nou wel of niet komen? En maakt het uit wat wij als hardcore gamers zeggen of niet. Daar heb ik een leuk voorbeeld van. En toen kwam daar op 1 januari de vrolijke Frits. Ik ben even zijn naam kwijt. Die ga ik even zoeken. Yosuka Matsuda. Ah, Yosuka, ja. Dit is... Je ziet het. Hij heeft ook duidelijk een NFT-bril op. Ja, zeker. Hij is professioneel zwemmer. En hij heeft zichzelf een zwembril. Maar en een verkijkbril heeft hij. Hij kijkt guitig de wereld in en hij had een New Year's message gemaakt aan de wereld. En die heet een New Year's message from the president. Boris, ik vind eigenlijk ook dat jij op 1 januari zoiets naar ons moet sturen. En dan zeg ik dat NFT's de toekomst zijn. Nou, jij begint al de metaverse. Hij begint al meteen over de metaverse. Ah, ja. Nou, anyway. Kijk, dit is een hele lange tekst. En dan heeft hij het over allerlei dingen waarin Square Enix kan groeien en groter worden. En de metaverse. En hij zit er helemaal in. En een van de dingen die hij zegt is NFT. 2021 zijn we ermee begonnen. 2022 gaat een groot jaar worden. En dat is op zich niet zoveel nieuws, want dat zegt iedereen. Maar toen kwam hij met een bepaalde zinsnede kwam hij in deze tekst. En die wil ik even laten zien. Daar heeft hij het namelijk over hoe gamers het ervaren. En die tekst gaat, ik ga hem even voorlezen, maar je krijgt hem zo ook in beeld. I realize that some people who play to have fun, some people play to have fun and who are currently form the majority of players. Maar ik wil ook play to have fun. Ja. Het staat tussen aanhalingstekens. We hebben niet echt fun, maar... Nee, okay. Er zijn dus mensen die fun hebben met onze games. Op dit moment zijn ze nog wel de meerderheid. Have voiced their reservations towards these new trends. And understandably so. However, I believe that there will be a certain number of people whose motivation is to play to contribute. By which I mean to help make the game more exciting. Traditional gaming has offered no explicit incentive to this latter group of people who are motivated strictly by such inconsistent personal feelings as goodwill and volunteer spirit. This fact... Nou ja, goed, dus hij zegt dus, er is ook wie een groep... Wie is die Brandon Sinclair? Brandon Sinclair is gewoon een gast. Dit waren de woorden van die Matsuda. Ja, ik wilde eigenlijk alleen de tekst hebben, maar dit is dus een onderdeel uit zijn tekst. En toen ging het echt wereldwijd helemaal los, met name op het gedeelte. Dus er zijn mensen die spelen omdat het leuk is.
Ik vind dat hij een punt heeft daarin. Want laten we eerlijk wezen. Games zijn tegenwoordig zo kut geworden. Ja. Dat wie speelt er nog omdat het leuk is. Ja. Weet je? Ik ben cynisch nu. Hè? Ik ben sarcastisch. Ja, nee, ik denk niet dat het inderdaad helemaal is wat hij bedoelt. Vervolgens zegt hij dat er ook nog mensen zijn die graag willen contributen. Maar die hebben meer inzet. Ik snap daar. Dat zijn mods. Er zijn miljoenen mensen die willen modden. En fucking Square en al die andere bedrijven houden dat tegen. Want ze willen het allemaal voor zichzelf houden. Want je zou er maar geld aan verdienen. En wat hij eigenlijk niet zegt in die hele tekst is... Nou, ik wil dus die mods, maar dan wil ik er wel geld aan verdienen. Dus dat gaan ze met NFT's doen? Dat gaan ze met NFT's doen. Want wat ik zeg, deze hele... er worden ontzettend veel fantastische mods gemaakt... die vaak nog beter zijn dan de games. Dus het is volkomen bullshit wat deze beste man zegt. Mag ik even op ingaan? Ja, tuurlijk. Waarom die dat zegt? Kijk, dit soort CEO's, dit zijn geen visionairs. Dit zijn geen mensen die vooraan... staan in technologische ontwikkeling. Het zou wel handig zijn. Het zijn geen mensen die het videogame landschap opnieuw definiëren. Nee. Maar zo verkopen ze zichzelf wel naar investeerders toe. Want dat is waar dit natuurlijk allemaal over gaat. Dat ze een of ander ronkend businessmodel kunnen laten zien van dit zijn onze targets voor 2022. En iedereen heeft zoiets van wauw, dat is fantastisch. NFT's, dat wordt het. En die gaan beginnen die aandelen te kopen. Dan gaat de aandelenkoers omhoog. En dan krijgt hij een vette bonus. Ja. Dat is hoe het werkt. Deze kerel heeft zijn informatie gewoon uit de krant gehaald. Want dit is niets van wat hij zegt is ook maar in enig opzicht opzienbarend. Hij heeft het over Facebook, hij heeft het over de metaverse en hij heeft het over NFT's. Ja. Dingen die gewoon... tot in den treuren besproken. Maar hij is goed aan het orakelen, ja. Ja, dus hij heeft gewoon zijn orakelpet opgezet en is gewoon begonnen met napapagaaien wat hij afgelopen jaar heeft gehoord in de hoop dat beleggers ervoor gaan vallen. Ja. En dat is natuurlijk het interessante. Het zou zomaar kunnen zijn dat er een aantal geestelijk gehandicapte miljonairs zijn die zoiets hebben van ja, deze man die dat is een visionair, die snapt het. Gamers die daadwerkelijk met die producten aan de slag moeten, die willen er niets mee te maken hebben. Mm-hmm. En terecht. NFT's zijn een fucking scam. Ja, dus gaan we het zo over hebben. Okay, we gaan ook even doorhebben van de voor's en tegens van de NFT's. Ja. Hij zegt op een gegeven moment ook nog, this fact is not unrelated to the limitation of existing UGC, user-generated content. UGC has been brought into being solely because of individuals' desire for self-expression. De mooiste self-expression die er is. Mensen die vanuit vrije wil zoiets hebben van, ik ga iets moois maken. En dat ga ik delen met de mensheid, weet je wel. Ja. And not because any explicit incentive existed to reward them for their creative efforts. Dat hebben ze ook, dat willen ze helemaal niet. Maar dit is onzin. Ja, het is heel raar. Kijk, hij heeft het met zo'n reward over een financiële reward. Exact. De reward die je krijgt als je een mod maakt, is niet een financiële reward. Nee. Je bent een fucking baas in die community. Ja. Dat is veel sterker dan een financiële reward. Dus deze halve zal die hier CEO's bij Square Enix. Ja. Die zegt van ja, er is geen manier om die mensen te bedanken. Hij heeft geen manier om die mensen te bedanken, omdat hij alleen maar denkt in zijn fucking spreadsheet. Ja. Mafia onzin. Ja. En dat is waarom je dit krijgt. Waarom je deze krankzinnige uitspraken krijgt. Ja, inderdaad. Iemand zegt ook, een analist die zegt ook terecht, ik heb even zijn naam, maar goed, de goede quote die wij ook kunnen maken van instead Batsuda wants more players to who play to contribute like modmakers, die zijn er dus gewoon, maar wat hij wil het nu gaan verbinden met een techniek die waarschijnlijk in de hand gaat werken, scams, money hungry sellouts, mensen die daar gewoon in gaan handelen en meteen alles wegkopen, en slimy grifters, dus ja, griezelig. En, maar weet je wat het ook is, Jay? We hebben met name toen Apple de App Store uitrolde. Ja. In het begin was dat fantastisch. Het was een revolutie. Mm-hmm. Het was met de iPhone 3, denk ik, dat die op een gegeven moment kwam die App Store. En alle gamemakers hadden iets van fucking hell, ik kan gewoon hier een game uitbrengen op dit platform zonder tussenkomst van een uitgever. Dit is een revolutie. En dat was het ook. Totdat de microtransactions een intrede deden. Ja. En eigenlijk de hele App Store naar de klote ging. Mm-hmm. Google kwam toen ook snel met zijn Play Store. Ook helemaal. Ik bedoel, phone gaming is gesloopt door microtransactions. Ja. Met andere woorden, als de incentive verschuift mm-hmm. van
leuk om een game te spelen en daar wil ik voor betalen, naar snel geld verdienen, ja, dan gaat het gameplay mechaniek zeker, gaat als eerste op 100%. De brandstapel. Nou. Dus dat is wat deze Square Enix debiel nu aan het introduceren is in zijn eigen gameomgeving. Ja. Namelijk een manier waarop al zijn games zometeen kapot zijn. Ja, niet alleen hij, hè. Velen dus. Dus dat maakt dit ook, en vandaar dat ik er ook een special van... Het is best wel scary als je er wat meer over gaat nadenken. Nou, in ieder geval, Square Enix is op dit moment een bedrijf. Twee leuke tweets die ik nog zag. De eerste tweet gaat over Final Fantasy. Wat op dit moment, dit is gewoon van Sam Thorne, ook gewoon een twitteraar. Square Enix president saying they're going all in on NFTs. In the same month, their most successful game of all time is backed up with 20k queues. Dus dat is Final Fantasy, die online, 14 volgens mij. And has to halt sales. Ze zijn gestopt met verkopen om due to hardware shortage caused by NFTs. Nou, dat laatste... Hoezo? Omdat hij denkt van dat er geen chips zijn omdat er gemined wordt. Dat is een beetje... Ja, dat is een beetje... Dus dat laatste, okay, dat vind ik een beetje arbitrair. Feit is wel, Final Fantasy verkoopt als een malle, weet je wel. Dus het wil niet zeggen dat er geen markt is. Andere feit over Final Fantasy. Ook een tweet van iemand die dus inderdaad aangeeft. Tomb Raider vonden ze geen succes met 6 miljoen. That NFT thing represents some sort of monetary framework crumbling at Square Enix. As it is the company that considered Tomb Raider selling millions a failure and lost faith in Hitman. Sold it only for the devs to immediately recoup costs. Dat bedrijf, Square, is gewoon de laatste paar jaar zit het in een hele rare identiteitscrisis. Maar dat vind ik met Japanse uitgevers al een hele tijd. Mm-hmm. Omdat ze eigenlijk, weet je, hele toffe Japanse shit maken. Maar ze willen naar het Westen. Dat lukt dan vaak niet of niet goed. En dan... of ze geven daar extreem veel geld aan uit. Dat zag je bijvoorbeeld bij Tomb Raider heel erg. Mm-hmm. En dan is het moeilijk om dat geld weer terug te verdienen. Dus dat, je ziet dat bij al die Japanse uitgevers. En soms lukt het, weet je. Ja. Ik bedoel, we hebben Capcom zien slagen met Resident Evil bijvoorbeeld. Weet je? Dus het gebeurt wel, maar dat zijn vaak de uitzonderingen. Ja, nee, absoluut. Duidelijk, er moet meer geld worden verdiend. En ik ontken ook niet dat games duurder worden om te maken. Maar goed, dat is een rat race. En daar kun je op een bepaalde manier een oplossing voor zoeken. Namelijk nog meer mechanismen verzinnen om geld te verdienen. Of je kunt iets aan de industrie zelf doen. Hmm. En misschien minder grote games gaan maken. Maar in ieder geval, oké, laten we het even goed sec bekijken. Is het succesvol, NFT's, op dit moment? Nou, je kan het van twee kanten bekijken. We hebben natuurlijk de NFT's gehad van Ubisoft. Die inmiddels verkocht zijn of te koop zijn. En daar is nu $400 in totaal verhandeld op sites als Rarible en Object.com. Dat zijn dan die marketplace waar je die, bij hun heet het weer, ik weet niet, het heeft allemaal weer andere namen qua maar dat zijn NFT's die toch vast zaten aan Ghost Recon. Ja, je moest 600 uur spelen voor een schedel en dan kon je hem gaan verhandelen. Nou, alleen al het feit dat je 600 uur moet gaan spelen vind ik een hele enge voor incentive. Iets dat een tientje waard. Ja, wat je, het enige wat je gaat krijgen is dat rijke mensen gaan dan Chinese jongetjes aan het werk zetten om voor hun die fucking skullen. Als die schedel heel veel waard wordt, maar dat is natuurlijk, dat is waar de schoen wringt. Zeker weten. Dat is met al die NFT's, die shit is niet schaars. Het is niet zeldzaam, het is niet kostbaar. Het vertegenwoordigt geen monetaire waarde. Nee. En ja, je kunt er op speculeren. En dat gebeurt al sinds, ik bedoel, vroeger werden daar, weet ik, ik kan nog een zwaard in een of andere game herinneren. Ja. Echt 15 jaar geleden, wat voor $1000 werd verkocht. World of Warcraft characters werden verkocht die helemaal naar level 61 waren geleveld. Weet je, ik bedoel, die shit is niet nieuw per se. Alleen het kwam vanuit de community. En nu, het kwam bottom-up. En nu wordt het top-down opgelegd door die uitgevers. Ja. En je voelt gewoon de smerigheid druipt er vanaf, weet je. Het stinkt gewoon. Die shit stinkt. Het is nasty, inderdaad. Ze hebben heel veel backlash gekregen. Video van YouTube is er al afgehaald. Stalker, GSC, hadden natuurlijk ook een NFT die ze binnen een dag weer hebben weggehaald. Dus ook niet meer. Ze doen het niet meer. Ze zeggen, we hurt you. You don't want it. Mm-hmm. We halen het eruit. Aan de andere kant hebben we op dit moment, en dat is dan de BGA, dat is de Blockchain Game Alliance. Die bestaat al. Die zijn... vertegenwoordigt 300 bedrijven die NFT's in videogames maken. Op dit moment is 22% van de hele NFT-sector, dat is games. En in het derde kwartaal van 2021 hebben ze $2.3 miljard
Ik geloof er geen ene fucking moer van. 2,3 miljard dollar voor die shit? No ja, way, man. Nou, anyway, we hebben dit op de E3 gezien. Toen was er een tergende persconferentie, die we volgens mij ook uit hebben gezet. Van zo'n developer, die had een of andere kut poppetje. Dat was een beetje zo'n Funko rip-off. Mm-hmm. En die hadden ze dan, daar hadden ze een aantal van gemaakt in een soort wereld. En die poppetjes kon je dan als NFT kon je die kopen. Ja. En je merkte gewoon, die game was kut. En de enige reden waarom ze die game hadden gemaakt, was om die poppetjes te verkopen. Ja. En ja, dat is wat je gaat krijgen. Dat soort kut crap ga je krijgen. Nou, ik zal iedereen aan je gaan voorstellen. Dat is Axie Infinity. Ik ben daar ook een beetje ingedoken. Er is inderdaad wel het een en ander. Dit is Axie Infinity. Het is een soort van Pokémon rip-off. Waarbij je dus inderdaad een Pokémonnetje koopt. Die kan je gaan trainen. Die wordt dan meer waard en die ga je verkopen. Dit is in de Filipijnen mega hot. Maar ook hier zit er weer een bepaald, ja, een addertje onder het gras. Dit is dus niet meer play to have fun of game to play. Dit is dus gaming for work. Dus Filipijnen is een heel arm land. Dus er zijn nu inderdaad jongetjes, met name in die arme families, die zijn de hele dag dit aan het spelen in de hoop dat zij hun, ik weet niet hoe het heet, hun Pokémon, noem ik het dan maar even, kunnen verhandelen voor wat meer geld. 60% daarvan komt daar vandaan en die verliezen eigenlijk alleen maar geld omdat er zijn slimme handelaren met meer geld die dan dat weten op te kopen. Dus en die creëren de kunstmatige schaarste. Inderdaad. Dat is natuurlijk wel hoe die markt werkt. Ja, dat is een beetje hoe de markt werkt. Nou, je hebt ook CryptoKitties. Dat was 2017. Dat was een van de eerste. Er zitten katjes in. En natuurlijk, daar is hij weer. Dames en heren, Pieter Molineux. De man die altijd vooraan staat als er weer een nieuw hype is. Die gaat legacy maken. Dat wordt volledig NFT. Want NFT is giving players freedom and ownership in a gaming experience. Drive immense loyalty. Vreselijk. Echt vreselijk. Ja. En die man, echt, dat hij niet een keertje... die is zo zwaar door de mand gevallen. Ja. Dat die moet echt oprotten. Nou. Nee, het is inderdaad vrij maar bizar. Kijk, dit wordt een hype, weet je? Dat is het nu aan het worden. Developers duiken er nu op. Ja. Ik denk dat veel grote uitgevers, en dat is ook de reden waarom ze zo terughoudend zijn. Want dit is dit hele idee is niet nieuw, hè? Ik bedoel, zeker niet. Dit is al jaren terug. In 2017 had je de ICO-hype. En dat was ook allemaal, moest allemaal videogame-werelden worden. Heel veel developers zeggen, jongens, dit bestaat al lang, weet je wel. Je kan gewoon een marktplaats creëren waar je zonder NFT's gewoon objecten kunt verhandelen. Diablo heeft dat fantastisch gedaan. Inderdaad. Hebben ze gelijk weer weggehaald. Waarom? Ja. Omdat ze aanliepen tegen lokale wetgeving die gewoon zei van dit is gokken. Ja. En dit is gokinkomsten. En onder andere een land wat streng is Nederland. Mm-hmm. Dus België zag je dat ook, maar Nederland zie je dat ook. Dus nu zie je al dat, kijk, jij ligt onder vuur met zijn kaartjes, met zijn kutkaartjes in die fudshit. Maar je gaat dit zometeen nu bij al die games krijgen. En die gokken er gewoon op. Van nou, we gaan gewoon die overheid, lokale overheden, zo voor het blok zetten. Als die spelers het maar willen, dan hoeven we ons niet meer aan de regels te houden. Ja. En die hele mentaliteit van ja, we hoeven ons niet aan de regels te houden als we maar genoeg mensen meekrijgen. Mm-hmm. Ja, dat is helaas nu een dominante gedachte geworden. We zien dat in de politiek terug. Je ziet dat eigenlijk overal terug. Mm-hmm. Weet je, een soort van, je hoeft je niet aan de regels te houden. Weet je, move fast, break things. Weet je, die komt een beetje uit Silicon Valley, dat idee. En dat, dat gaan we hier nu krijgen. Ik denk wel dat de Ubisofts en zo, die zullen zich nog wel terughoudend opstellen. Daarom zie je dat ze ook Breakpoint gebruiken en een beetje aan het experimenteren zijn. Inderdaad. Maar no way dat dit gewoon groot in games geïntroduceerd gaat worden. Die bedrijfjes die full-on NFT games maken, dat zijn vaak startups inderdaad. Dat zijn bedrijven die niet een hele back catalog en fanbase hebben van traditionele games. Want en ook vooral nog heel erg in Azië gericht, waar het net iets makkelijker nog ligt. Denk aan, heet dat nou Gacha? Hoe heet dat nou? Die type games met microtransactions, pay to win, zit daarin. Nou goed, anyway, daar zijn ze er al wat meer gewend aan dat je dat doet. Je ziet dat het bij de grote traditionele purpose onmiddellijk tot enorm veel backlash leidt. Dat is natuurlijk gevaarlijk. Laten we even kijken. Er zijn een aantal pros die dan deze mensen naar voren brengen. Eén daarvan is limited quantity items produced at NFTs allow players to feel special attachment to their gear. Nou, dit
denk ik, kan je vrij makkelijk debunken als het ware. Omdat mensen voelen zich nu al heel erg attached aan hun persoonlijke gear. Waarom? Omdat ze er ontzettend veel tijd in hebben gestoken om het bij elkaar te spelen. Maar dat vind ik grappig. Want neem nou Warzone. Hè? Ja. Waarin je, dat is nou een typisch voorbeeld waarin je, weet je, je koopt je season pass. Zodat je dat wapen hebt. Of je speelt een wapen vrij. Of je levelt het helemaal. Je steekt er te veel tijd in. Ja. Vervolgens wordt die shit genurfd. En doet het niks meer. En word je eigenlijk gedwongen om weer een nieuw wapen te levelen. Dat, die mentaliteit, die development mentaliteit, die heel erg gericht is op van we moeten zoveel mogelijk verkopen. Ja. Gamers haten dat. Nee, absoluut. En deze NFT shit staat daar lijnrecht op. Dus in de zin van als jij een veel tijd in een NFT zet en vervolgens gaat Activision zeggen van ja, je hebt die NFT gehad, is leuk. Maar nu is die genurfd. Dat wapen wat we dus als NFT vrijgeven of die skin, whatever. En nu is er weer iets anders tofs wat je moet hebben. Dan word je wordt helemaal gek gemaakt. Ja. Want dat betekent dat iedereen die NFT's die dan net voordat ze generfd worden of voordat iedereen denkt, dan wordt het gedumpt, dan gaat die prijs weer, klapt weer in elkaar. Mm-hmm. Dit is gewoon. Nou ja, dit, wat je al zegt van het decentraliseren, wat ze steeds zeggen, is natuurlijk niet helemaal zo, omdat zij nog steeds aan die touwtjes trekken. Ja, dus maar, kunnen alles. Kijk, dit hele ding is een marketingverhaal. Je kunt best wel op kunstmatige manier een markt creëren. Ja. Er staat een hele mooie documentaire online. Wij moeten daar echt nog een keertje ook in de piepje over praten. En het gaat over de markt van retro games. Mm-hmm, ja. En die bedrijven die dus die ratings uitgeven. Dan zit zo'n ding zit helemaal in plastic. We hebben een item gemaakt met Peter Riesebos en die had dat soort games. Ja. Nou, die worden dan, weet ik veel, voor tonnen verkocht. Ja. Terwijl het ratingbedrijf gewoon direct een steek heeft in de prijs van die shit. Ja. Weet je, nou, en dat soort doorgestoken kaart, dat soort corruptie, zie je alleen als je te maken hebt met hele specifieke markten, waar eigenlijk weinig geld in omgaat, waar weinig vraag is. Hoe kun je die vraag creëren? Door een gigantische marketingcampagne. Dat komt altijd vanuit één partij. Die partij, die gaat zich indekken, dus die koopt zelf de leeuwendeel van alle NFT's. Ja. Nou, in dit geval de uitgevers, die kunnen ze natuurlijk gewoon, die kunnen die NFT's maken zoals ze willen. Dus die creëren er gewoon net zoveel totdat die hele markt weer verzadigd is. Ja. En dan verzinnen ze weer wat anders. Ja. En dat is wat ze gaan doen. Maar de gemiddelde speler gaat gewoon uitgekleed worden. Je gaat gewoon genaaid worden. Je gaat naar een casino waar je letterlijk 0,0 kans hebt om iets te winnen. En wat is de waarde? Ik bedoel, ik vond er iemand die zei dat al van, als ik in World of Warcraft rondloop en ik zie iemand op een mount waarvan ik weet dat hij daar, ik noem maar wat, meer dan 600 uur, hier zegt hij het, honestly, NFT's in MMO would kill the escapism and not be fun. For instance, in World of Warcraft, if you see someone riding a rare mount, you know how much time they've done in game to earn it. Dan denk je van, holy fucking shit, wat goed. Ja. If the mount was tradable, all you know is the person riding it has a lot of money. Weet je wel, het is pay to win. Het is niet meer speciaal. Het gaat alleen nog maar om het geld. En ongetwijfeld zullen er mensen zijn die dit als muziek in de oren klinkt. Dan hoef ik niet meer te werken. Dan ga ik gewoon gamen voor geld. Maar het is een totaal andere incentive die denk ik de meerderheid niet wil. Maar wacht even, dat is in FUT toch ook zo? In wezen wel. Maar daar werkt het wel. En EA vult zijn zakken met die shit. Dus ik denk dat EA ook echt de... Maar je kan het nog niet... Ja, je kan wel, maar je kan het legaal kan je het niet voor geld omzetten. Dus het enige wat je hebt, je hebt gewoon het beste team waarbij je dan weer wedstrijden makkelijk kunt winnen. Ja, ik snap het. Dat niet gebeurt. Omdat ze tegen regelgeving zouden aanlopen die nog veel erger is dan wat ze de regels die ze nu aan het breken zijn. Maar het neemt niet weg dat het nu dus gaat gebeuren. Dus je krijgt aan de ene kant een partij die creëert NFT's. Die partij gaat door middel van marketing kunstmatig vraag opwekken. Ja. Gaat zelf een handelsplatform waarschijnlijk in het leven roepen om dat op te verhandelen. Dus daar kunnen ze zelf vraag en aanbod prachtig beïnvloeden. Mm-hmm. Dus krijg je kunstmatige prijzen. En zij hebben een kunstmatige, of zij hebben een hand in eigenlijk een oneindig aanbod van die shit. Nou ja, ze kunnen een microtransactie kunnen ze 6 keer, verdienen ze nu 6 keer geld van in plaats van 1 keer. Namelijk, je koopt het en that's it. En nu gaan die mensen, vooral elke keer krijgen ze weer een fee. Nou, en wat ze kunnen doen, ze zeggen van, oké,
oké, deze NFT die is heel schaars. Dan wil iedereen die hebben, gaat de prijs omhoog. Ja. Vervolgens gaan ze heel langzaam gewoon steeds meer van die hele schaarse shit verkopen. Ja. En dan gaat totdat de prijs weer helemaal kapot is. Nou, er is nog nauwelijks regulatie. Dat maakt het moeilijk. En ze zeggen ook van, hey, als er iets fout gaat, want er is nu een platform dat heet, ik ben even de naam kwijt, maar het is van een van de oprichters van Twitter. Mr. Khan, die heeft ook zo'n marketplace gebouwd, want hij zegt ook NFT's worden de shit. En in de eerste week was zijn Discord al gehackt en is iemand €150.000 aan NFT's kwijtgeraakt. Dat heeft hij wel vergoed. Maar alles is nog niet helemaal rondom. Daarnaast zegt ook iemand van Destiny, van Bungie, een ex-developer, die heeft gewoon eens even heel, het is een hele lange thread, die moet je dan gewoon zelf maar even zoeken. Die geeft aan van, kijk, het moet limited zijn. Als het limited is, dan kun je er wat mee. Maar dan een NFT limited is veel te duur. Dat ga je niet terugverdienen, want je hebt een waslijst aan mensen heb je nou. Je moet het implementeren, je moet het maken, je moet het designen, je moet het testen, et cetera, et cetera. Allemaal manuren. Mm-hmm. En je verdient er maar een fee aan, weet je. Dus het is ook niet houdbaar, ook omdat mensen allemaal zeggen, ja, maar je kunt het dan uitwisselen tussen verschillende games. Ga de fucking maar aanstaan. Niemand is dat tot nu toe nog gelukt. En meerdere developers, de meerderheid eigenlijk, die zegt, jongens, dus daar zijn we nog lang niet, die metaverse. Nou, en eigenlijk, wat het eigenlijk is, het is de ICO-markt in een ander jasje. En de ICO-markt hebben we in 2017 gezien. Dat waren al die coins die werden gemaakt, waren meer dan 10.000. En die werden allemaal verhandeld op platformen. En iedereen dacht van, dit wordt de volgende. En staken er veel geld in. En dan ging het heel hard omhoog. En vervolgens kletterde het helemaal in elkaar. Uiteindelijk, aan het eind van de rit, zijn mensen voornamelijk geld kwijtgeraakt met die shit. Mm-hmm. En dat is waarom ik er zo'n intense hekel aan heb, is omdat het niet daadwerkelijk decentraal is. Omdat het niet daadwerkelijk gedreven wordt door vraag en aanbod in een ongereguleerde open markt, is het per definitie bullshit. Ja. En is de hele opzet gewoon perfect voor oplichters en zakkenvullers. En dat zie je gewoon vanuit die gamesindustrie. Dus partijen die gewoon vroeger gewoon vette games maakten, worden nu allemaal oplichter, omdat dat meer verdient. Ja, waarom gaan ze niet gelijk drugs dealen? Zeker. Ja. Want dat vind ik eigenlijk het integreerde. Ik begrijp dan misschien net niet genoeg van de hele NFT en blockchain. Wat ik wel begrijp is dat het voegt iets toe aan een platform waarvan ik denk, maar wacht even jongens, dit is entertainment, weet je. Als jij geld wil verdienen, of het nou aandelen is, of met blockchain, of Ethereum, of Bitcoin, maakt me niet uit, dat moet je vooral doen. Daar zijn specifieke markten voor. Antiek heb je het ook, maar om nou games echt zo te gaan infiltreren met deze stuff, die waarschijnlijk ook een groep mensen gaat aantrekken en bedrijfjes die dan nog maar één doelstelling heeft, is zoveel mogelijk geld eraan verdienen. En ja, dan krijg je ook weer mensen die proberen al die schaarse NFT's te kopen, zodat ze, weet je, bedoel, de meerderheid gaat die van de gamers gaat problemen. En gaming wordt, weet je wel, gamen wordt werk opeens, weet je wel. Ja, dat is iets waar heel veel mensen over vallen. Een tweet van Thomas Sala, die zegt dat ook. Ja. Van, weet je, we zijn nog niet eens begonnen. We're not even into a day into 22. And it's already clear that it's going to be the year that suits truly realize that making fun games is for suckers. Why make games if you can make casinos for the same audience after all? Dat exact van, waarom? Ja. Maar ik bedoel, er kan zoveel geld worden verdiend met fantastische games. En microtransactions, weet je, als het customized is, prima, weet je. Season passes, fantastisch. Verzin iets wat met games te maken heeft. Dit heeft niks met gaming te maken. Nou, hij heeft gelijk dat het casino's zijn. En ik denk ook dat het bizarre is dat je kunt gewoon geld verdienen met het maken van een goede game. Ja. En het bizarre is dat goede games nu schaars worden. Mm-hmm. Weet je? Dus ik bedoel, indies zijn natuurlijk fantastisch bezig. Die maken, daar komt heel veel kwaliteit uit. Maar als je kijkt naar gewoon de grote uitgevers, nou, de kwaliteit die je van de grote uitgever verwacht, is de laatste tijd ver te zoeken. Nou, omdat ze met andere dingen bezig zijn. Omdat ze bezig zijn om casino's te bouwen. Weet je? En we hebben het ook bij, was het niet die NBA-game die helemaal vol zat? Casino. Ja. Dat ga je gewoon steeds meer zien. Maar met als gevolg dat het gamer publiek gaat afhaken. Ja. Weet je, want die gaan ook zoiets hebben van, leuk die NFT's, ik steek er €100 in. En nou, na 3 weken hebben ze nog €20 over. En dan hebben ze iets van, nou, dit is stom. Ja. En dan gaan ze gewoon iets anders spelen. En ja, dat was eigenlijk ook een beetje mijn conclusie over mijn top 8 in mijn eindejaarsinterview. Ja. Het is gewoon een hele barre, boze tijd als je kijkt naar die grote uitgevers. Nee, zeker. En de kwaliteit van hun games. Nee, een voornemen van mij was ook van, ik
ik moet wat meer gaan verdiepen in indie games. En dat had ik daarvoor nooit zo. Omdat de AAA waar ik van hou, de grote verhalende games en de shooters, dat bracht altijd nog wel genoeg voor mij. En nu merkte ik in één keer van, holy shit, ze gaan een kant op die ik niet leuk vind. Ik bedoel, ik wil daar niet aan meedoen. Ik wil niet 600 uur moeten grinden, omdat ik gedwongen word eigenlijk voor een normaal gameverloop iets te kopen. Ik wil geen NFT shit erin. Ik vind prima dat ze doen, maar niet in mijn game. En als al die games zou worden, ja, dan moet ik het anders gaan zoeken. Wat ook opmerkelijk is dat er verschillende developers, mensen, nou, dan bedoel ik echt gewoon werknemers, die zeiden van, hey, ik ben klaar met mijn baan, tot en met van, hey, ik wilde de gamesindustrie in, gaan kijken bij een grote publisher. Ik ga het niet doen, ik ga indie, want hier ben ik niet voor opgeleid. Ja. Ik ga geen games maken om NFT's. En dat is ook iets waar ze, want Guillermo heeft dus een veelbesproken speech gehouden vorig jaar nog. Waarschijnlijk zitten alle medewerkers daar, doet hij een speech. Dat is niet goed gevallen, want hij zei van, wij gaan NFT's doen. En op de vraag waarom dan, had hij niet echt een duidelijk antwoord, behalve... Omdat die gasten geen idee hebben wat het is. Die gasten weten dat helemaal niet. Dat is net als die Mitsui van Square. Ja. Die gast heeft geen idee waar hij het over heeft. Nee. Die gebruikt gewoon een aantal... termen om maar op die bandwagon te springen en te hopen dat zijn investeerders en zijn aandeelhouders het allemaal maar pikken. Maar laten we eerlijk wezen, het is van een bedroevend niveau. En die gasten ook. En die Guillermo ook. Maar die fucking Guillermo is al 51, man. Wat de fuck weet hij van waar videogame design naartoe moet? Nou, nee, dat is waar. Kijk, het gevaar zit hem in dat die aandeelhouders het misschien fantastisch vinden als ze erin trappen. Maar hij moet die games ook maken. En niet voor niets dat er het bericht kwam, ook eind vorig jaar, dat Ubisoft te maken had met een bepaalde de mate van leegstroom. Ja, Ubisoft zei meteen, nee, dat is vrij normaal, maar dat weet ik niet. Helemaal niet normaal. Mensen, zeker in Montreal, zijn ontzettend veel kleine indiebedrijfjes aan het oppuppen en mensen gaan daar naartoe. En maar dat is toch logisch? Kijk, die indiebedrijf, vroeger waren er twee mensen op een zolderkamer geld. Het zijn de nieuwe tegenwoordig zijn er 20 man met een budget van 5 miljoen en een leuk idee. Ja. En je hebt allemaal uitgevers die zich focussen op funding en publishing van dat soort titels. Mm-hmm. En het wordt gewoon steeds beter. Ja. En inderdaad, als je ook ziet dat de pro-developers die beginnen dat soort studiotjes of die gaan naar dat soort studiotjes. Ja, heel veel. Nou, hop, dan zie je gewoon dat de kwaliteit omhoog gaat. Ja. En dat is wat er nu aan het gebeuren is. Dus eerlijk, Pieter Molineux, die heeft de klok ergens gehoord, maar die weet niet waar die kleeft. Nee, maar dat bedoel ik. Hij is ook die man van die is generatie. Zo vaak op zijn bek. Hij is ook van de generatie als de CEO's van die grote. Die mensen zijn gewoon alle contact met videogaming kwijtgeraakt. Ja. En dat is het kutte. Als je zelf die games niet speelt, dan snap je niet wat er gebeurt. Ja. Dat zie je bij Activision ook. Weet je? Ik bedoel, als je kijkt hoeveel geweld ze de Call of Duty franchise hebben aangedaan, tot te proberen dat samen te laten smelten met Warzone. En dat lukt niet en het is kut. En nu is Call of Duty kut en Warzone is kut en alles is kut. En dan denk ik gewoon van ja, waarom moet dat? Weet je? Ja. Wie besluit om twee succesvolle franchises zo... Omdat meer niet genoeg is. Ja, nee, maar dat snap ik. En ik snap dat zo werkt op die manier. Ja. Maar je moet ergens ook eigenwijs zijn. Je moet ergens de Hauser Brothers zijn. Die zeggen van, nee, dit is wat we doen. Weet je, geen bullshit. Maar die zijn ook geen allebei concessies. Weg. Nee, niet allebei. Nou, eentje is weg. En, maar goed, ik bedoel, bij Rockstar zullen ze dit ook doen, hoor. Ik bedoel, dat gaat ook naar de tyfus. We gaan nu naar het einde toe, naar het trechter. Van, dan is de vraag van, wat bezielt deze man? Wat is zijn nou masterplan? En daarmee wil ik even teruggaan. Het is een tijd terug. De allereerste microtransaction, min of meer, dat was een horse armor uit Oblivion. Ja. Ik weet even de datum niet. Dit was hem. Dit kon je kopen. Okay. De wereld was te klein. Ze hebben nog nooit zoveel stront over zich heen gehad. Dat dit gebeurde, bladibla. Een mogelijkheid kan zijn, is dat ze dit in oogschouw nemen. De backlash was enorm. En zie waar we inmiddels zijn. Inmiddels is het geaccepteerd. Ja, nou. Ik bedoel, nee, oké, pay-to-win hebben ze een beetje weggefuild. Maar in principe... Oké, inderdaad. Dat bedoel ik. Dus een tactiek kan ook zijn van... Jongens, we gaan heel veel stront krijgen. Maar zo en doorgaan. En uiteindelijk pikt iedereen het wel. Dat kan, hè. Want ik bedoel... Mensen pikken soms dingen. Nee, maar, sorry, er is een verschil. En het verschil zit hem hierin. En je hebt dat eerder al gezegd. Op het moment dat je videogames niet meer speelt omdat je het leuk vindt, maar als je het doet omdat er geld mee gaat verdienen, gaat de plezier ervan weg. En een goed voorbeeld vind ik namelijk de Twitch scene. Ja. Iedereen gaat Twitch streamen en vindt het leuk in het begin.
komt er vervolgens achter dat je dat een x aantal keer in de week moet doen op vaste tijdstippen. Op dat ogenblik wordt het werk. Nou, ja. Dan heb je er sommigen die zijn zo succesvol dat ze er heel veel geld mee verdienen. Die blijven doorgaan. En je hebt er een legioen van streamers die er niet echt veel geld mee verdienen. Nee. Die er wel gigantisch veel tijd in moeten steken. En die vergaat echt elk plezier. En ja. We spreken die mensen. En het is gewoon op het moment dat je plezier weg is en je doet het voor het geld. Ja. Dan moet er maar fucking veel geld tegenover staan. Anders is het niet leuk. Nou, met die NFT's exact hetzelfde. Als die games niet leuk zijn, dan speel je het voor het geld. Ja. Dan moet er fucking veel geld verdiend worden. Eén ding kan ik je wel vertellen. Die legioen aan gamers die dat dan moeten gaan doen. Die gaan niet allemaal geld verdienen. Dat kan niet. Ze gaan allemaal geld betalen. In de hoop dat ze geld gaan verdienen. En dat is maar van hele korte levensduur. Ja. Dus op een gegeven moment gaan ze erachter komen. We verdienen niks. We betalen hier alleen maar voor. Ja. Boom, klaar, afgelopen, uit. Ik denk uiteindelijk wel, afrondende, dat er een paar geslaagde NFT-projecten zullen komen. Dat ontkomen vast wel eventjes. Maar dat zul je altijd zien. Het is hetzelfde als... maar goed, ik doe... Correct me if I'm wrong. Als je kijkt naar Bitcoin en al die andere munten. Die niet op één grote hoop gaan. Nee, maar er is er altijd eentje die het goed doet. Maar er zijn er ontzettend veel die het niet goed doen. Met games vind ik dat nog erger. Want er zijn zoveel games. Als al die games NFT, je hebt de tijd er niet voor. Nee. Dan is de markt is gewoon verrot. Dan verdien je er niks mee. Hup, laten we het liggen, gaan we naar de volgende toe. Dus je krijgt hetzelfde als met MMO. Je krijgt hetzelfde als met Battle Royale. Er zijn er twee of drie waar waarschijnlijk straks veel geld valt te verdienen. Daar gaat iedereen bovenop zitten. Waarschijnlijk gaat het ook vrij snel dood, omdat er een paar whales op komen. Nee, je koopt het voor 100 miljard, weet ik veel wat. En vervolgens slopen ze het totaal. Omdat zou ze ook nog kunnen. Het verkeerd uitbouwen, niet snappen waarom mensen het spelen, weet ik van dat soort shit. En elke keer komen we dus weer aan het eind van deze discussie bij de vraag, waarom focussen mensen, dat is elke keer, want ik heb het ook met publishers erover, en dan zeg ik van, waarom focussen jullie niet gewoon op het maken van een goede game? En dan zeggen ze altijd, ja, maar je weet niet hoe duur het is om een goede game te maken. Maar ik denk dat ze gelijk hebben, dat is hun probleem. Maar het begint toch bij een goed idee? Het is natuurlijk duur, je moet gewoon een goede game maken, en dat kost veel geld, maar daar kun je ook heel veel geld mee verdienen. Ja, maar het probleem, daar hebben we het over Ubisoft vaak over gehad. Ja. Kijk, op het moment als je creatieve talent de studio verlaat heeft, zeker. Is heel veel succes met het verzinnen van een goed idee. Ja, maar er moet wel een game gemaakt worden. Dus wordt Far Cry 38 en maar dan is het dus toch een vicieuze 12. Doordat ze al die bullshit doen in hun games, haken developers af, personeel af, om die ze zeggen van, maar daar heb ik niet voor gestudeerd om dat te maken, waardoor ze geen goede games meer maken, waardoor ze nog meer bullshit in hun games moeten stoppen. Absoluut. Ja. Nee, dat gebeurt. Dat is een vicieuze cirkel. Vind ik. En dat wordt gedreven door de opkomst van de indie sector, waar gewoon veel werk is en waar gewoon creatief gezien zoveel meer mogelijk is. Ja. Sorry jongens, ik had 2022 liever leuk begonnen, maar meneer Matsuda komt met deze boodschap die echt, kijk maar op social media, het is ingeslagen als een bom, er worden memes gemaakt, mensen zijn echt zwaar pist, of vooral heel veel developers van waar lul je over, weet je, hoe kom je hierbij, het bestaat al, die marketplaces vaak werkten ook niet helemaal, de binding met games is ook niet groter geworden als je er geld mee kon verdienen, en toch ga je dit roepen, kwalijk, vervelend en het is toch eng als je het gaat over AAA games waar heel veel mensen van houden. Is dit de richting waar we naartoe gaan? We blijven het volgen met de Piepshow in 2022.